We zijn er weer. Goedendag. We zijn er weer. We gaan door met spelen. Als het goed is heb ik nog een hele mooie character. Ik weet niet of jullie bekend zijn met Saints Row. Zo niet. Ik weet niet of jullie bekend zijn met Saints Row. Spelen waard. Spelen waard. Het is echt een leuk spel. Lekker bezig. Lekker bezig. Oké, okay, mijn karakter is een vrouw. Als je afvraagt wat het is. Mijn karakter is een vrouw. Als je afvraagt wat het is. Oh, rennen! Run! 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 Fuck die motor! Wop! Wop! Even kijken, wat pak ik weer? Saints Row is awesome! Ik heb me al een aantal keer flink kapot gelachen op dit spel. Ik vind het zo'n briljant spel. Give me your car. Ik heb mijn andere save bijna helemaal 100%. Vanaf geprobeerd om voor het uit te spelen alles 100% te krijgen. Maar ik ging niet alle cd's verzamelen, al die dingen die verzameld. Wel alle missies gedaan en zo. Alle wapen upgraden. En al die dingen. De soundtrack is ook awesome. Goeie muziek zit erin. Ga weg. To the moon! To infinity and beyond! Zo, we hebben los geld. We hebben op zoek naar een richel. To infinity and beyond! Nou, dat was ook succesvol. Sit the fuck down. Sit down, son. Oh nee, dat is een huis dat te koop is. Maar ik vind het jammer van Saints Row 3. Het verhaal in Saints Row 1 was bagger. Was leuk, maar dat is gewoon een standaard verhaal van gangs en zo. Totdat je bij 1. Een van de storylines aankwam, die was echt super vet. Van de Rollers. Hallo. En Saints Row 2 ging echt een stap omhoog. Saints Row 2 had echt een awesome verhaal. Ook gewoon over de top. Alle characters waren vet, want er zit Saints Row 1 echt. De characters waren echt badass als Johnny. En dan krijg je Saints Row 3. Spijt dat ik hem geprioriteerd heb, echt waar. Zoveel spijt. Het is een heel mooi spel. Het is over de top met wat je kan. Maar qua story en qua missies, missiestructuur is echt teleurstellend.
En dan zit ik wat aan rente. Het gaat natuurlijk om wie je door de hoofd kan schieten en niet. Hey bro. Steelpoort is wel een hele mooie stad. Steelpoort, sorry. Give me your cash. Krijg als je Ronald McDonald boos maakt, krijgen ze een vrouw achter je aan. Oh. Wat is de Elzo? Thank you. Slaap lekker. Zeg je hoe ze wegvloog toen ze werd neergeschoten? Dolphin dive. Moeten we er nou moeten racen? Zou ik wel worden? Yep, we gaan lekker racen. Bezig. Thank you. Gaan jullie nou eens even lekker weg. Nou, jongens. Wat is dat nou? Die helikopterrace zijn nogal beroerd. Aan de andere kant. Hey, dat was de lift. We gaan allemaal boven op die steen. Oh, oh, mijn microfoon valt uit elkaar. Van ellende. Ja, precies. Oh, zonde van de paaltjes. Ik ga weer in de hand. Jee. Nee, 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 nee. Oh, dat ga je niet menen, hè. Ik denk, ik ga slippen. Ik stop precies voor de finish. Ik stop er precies voor. Ik heb gewonnen. Run! 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 Hate is gonna hate. Dat is ook weer vliegveld, is mijn zuiden. Voor een stukje vliegen. Helemaal daar. Kan ik de taxi bellen of niet? Dat is de radio. Telefoon ook maar cheaten niet. Cheaten is slecht. Cheaten met Saints Row. Um,
Ja, eigenlijk is Saints Row net als GTA, het is progression met je wapens en zo. Als je dan gaat cheaten, dan sloop je eigenlijk het grootste deel van je spel. Omdat je geen progression meer hebt van wat je... Dat weet ik. Progression van wapens halen en zo. Het is wel leuk om een beetje rond te dollen met wapens, maar... Net zo leuk als je gewoon zelf je dingen haalt. Kijk, dat is ook weer het telefoonnummer van de taxi. Stop. Zo. Bella. Al die telefoons, al die voice met allemaal zo'n fouten zo. Kom hier, sta stil. You can write us wherever you want to. We willen gewoon hierheen. Nee, dit is geen voertuig. Ik wil gewoon hierheen rijden. Ik wil niet kopen. Wat? Kom hier. Nog een aardig uithoudingsvermogen voor zo'n vet wijf. Wat jammer is wat ze uit Saints Row 1 gesloopt hebben. Is dat je... Jeetje, gijzer. In Saints Row 1 kon je nog de achterdeur in van de winkel. En nog de kluis leegroven met het geld er vandoor gaan. Maar je kan het niet meer. Ja, het was een beetje, ik weet niet of je, heb je ooit The Godfather gespeeld? De eerste. Godfather the Game op PC. Of The Black Hand Edition op de PlayStation en de Wii. Nou, het was net als bij The Godfather. Bij The Godfather moest je ook zeg maar winkels af gaan persen. En als ze dat niet wouden, dan moest je ze zeg maar met hun hoofd tegen de muur slaan en zo, zodat je ze kon bedreigen. Hoe meer pressure ze gaf, hoe meer ze geld ze gaven. En hoe meer inkomsten per dag je kreeg. Maar je kan ook bijvoorbeeld een kluizel gaan blazen met dynamiet. En het is in dit spel precies hetzelfde. Godfather is echt als je ooit een keer een vette game wil spelen, Godfather is echt zo'n basisspel. Je kan ook iemand bij zijn keel grijpen en hem dichtknijpen. Noem ze gorgelen. Krijg ik zo'n balkje van hoeveel adem ze nog hebben en zo. Wat gebeurt daar nou weer? Kijk die auto vliegen. Oh. Dat was niet de bedoeling. Heb je zelf ooit Saints Row gespeeld, Wiki?